Voorzitter, in een functionerende democratie zou de journalistiek moeten optreden als waakhond. Als controleur van de macht. Altijd op zoek naar de waarheid en niets dan de waarheid. Mevrouw Michon Derksen. Voorzitter, ik wil aan de heer Van Meijeren vragen. Klopt het dat zijn partij pers ook tuig van de richel vindt en de mainstream media fake news vindt brengen? De heer Van Meijeren. Die laatste vraag in ieder geval een volmondig ja. De mainstream media brengt aan de lopende band desinformatie, fake news. Het is werkelijk schandalig. En daarmee zou ik een groot deel van de journalisten die werken voor de mainstream media, uitzonderingen daargelaten, ook wel willen omschrijven als tuig van de richel. Ja. Tot slot mevrouw Michon Derksen en dan mevrouw Van der Werf. Ja, voorzitter, het is prettig dat we dit gelijk aan het begin van het betoog weten. Ik stel hier vast dat de heer Van Meijeren aan Forum van Democratie direct bijdraagt aan de bedreigingen en het geweld waar journalisten dagelijks mee te maken hebben. Hij is onderdeel van deze Kamer. Hij bevestigt nog een keer wat die walgelijke zinnen die hij ook op Twitter, hij en ook zijn voorman zegt. En hij neemt daar dus duidelijk geen afstand van. Waarvan akte? Mevrouw Van der Werf, deze. Nou, ik wil hier eigenlijk ook wel even kort op reageren, hoor. Wij maken ons op geen enkele manier schuldig aan agressie of bedreiging richting journalisten. Wij hechten wel een waardeoordeel aan journalisten die hun taak als controleur van de macht totaal niet serieus nemen en desinformatie verspreiden. Journalisten die zelf dapper genoeg zijn om mensen aan te merken als nazi, racist, fascist, complotdenker, wappie. En daarmee zelf het klimaat creëren van een toelaatbaarheid van geweld tegen politieke tegenstanders. Dan is het niet zo vreemd dat er ook met woorden een keer iets tegenin gebracht wordt. Dus ik zie dit totaal niet als het bijdragen aan agressie. Totaal niet. Nee. Mevrouw Van der Werf, D66. Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Van Meijeren had het net over desinformatie. Ja, wat nu eigenlijk wel steeds duidelijker wordt, is de rol die zijn partij, Forum van Democratie, zelf speelt in het verspreiden van desinformatie. En dan met name als het gaat om bijvoorbeeld corona-complottheorieën. Een recent onderzoek van de London Story liet zien hoe uw partij die desinformatie over COVID-19 actief promoot. Onder andere via politieke advertenties op Facebook. En uw partij had daar maar liefst 2 ton voor over. Heeft u enig idee hoe groot de impact daarvan is van die desinformatie? De heer Van Meijeren. Nou, mijn vraag is eigenlijk, zou deze spreker kunnen toelichten welke informatie die wij verspreid hebben, zij aanmerkt als desinformatie? Want anders kan ik deze vraag niet beantwoorden. Wij verspreiden geen desinformatie. Ik geef mevrouw Van der Werf de kans om het even toe te lichten. Mevrouw Van der Werf. Ja, voorzitter, ik ben uiteraard bereid om dat onderzoek van de London Story naar u toe te mailen na dit debat, maar dat kan ik hier niet via de microfoon doen. Het feit alleen al dat u dat geen desinformatie noemt, het continue ondermijnen van alles wat wetenschappers en journalisten over deze pandemie schrijven, ja, dat is ook een ondermijning van onze democratie. En dat is waar ik de heer Van Meijeren hierop aanspreek. Voelt u dan geen enkele verantwoordelijkheid naar al die mensen die dat lezen, die denken, nou, ik zal er maar geen vaccin gaan halen, naar journalisten die zich bedreigd voelen vanwege taal die u naar hun uitslaat. Dat is toch gewoon walgelijk? De heer Van Meijeren. Nou ja, mevrouw Van der Werf kan kennelijk niet eens zeggen welke informatie moet worden aangemerkt als desinformatie. Als dat informatie is waar mensen de conclusie uit trekken dat ze geen vaccin moeten halen, dan geef ik ze groot gelijk. Ik geef iedereen bij deze het advies om je vooral niet te laten injecteren met een experimentele gentherapie, waarvan de bijwerkingen op lange termijn nog niet eens onderzocht zijn. En de desinformatie wordt verspreid door het RIVM. Die verspreidt dat die vaccinaties veilig zijn en voldoende zijn onderzocht. Dat is desinformatie. Het RIVM verspreidt desinformatie en heeft een geschiedenis als grootste verspreider van desinformatie in deze hele coronacrisis. Of eigenlijk dit hele coronaschandaal. Dank u wel. De heer Quint, SP. Nou ja, goed, ik moet de heer Van Meijeren meegeven dat als er één iemand in staat zou zijn om die geschiedenis van desinformatie te herkennen, dat het inderdaad de heer Van Meijeren zou moeten zijn. Dus misschien weet hij daar meer van dan ik. Het ging mij om iets anders wat hij net zei. Hij verwijt eerst journalisten
met hun uitspraken bij te dragen aan een klimaat van agressie richting vorm. En vervolgens zegt hij, ja, maar wat wij doen, dat heeft niks met bedreiging te maken. Wij zouden nooit bedreigingen goed praten of ook maar willen initiëren. Hoe zit het nou volgens u? Hebben woorden die mensen uiten uiteindelijk mogelijke consequenties in daden die andere mensen gaan doen? Of heeft het helemaal niks met elkaar te maken? Want het kan niet twee kanten op. Heer Van Meijeren. Nou, ik heb het helemaal niet gehad over een klimaat tegen forum. Ik heb het erover gehad dat de media zelf ook termen bezigen, waardoor bijvoorbeeld een van de leiders van een van de fracties in deze partij dagelijks beschermd moet worden, waardoor Pim Fortuyn door zijn hoofd geschoten is en vermoord. Dus als mensen daadwerkelijk worden neergezet als een gevaar voor deze samenleving, dan kan dat inderdaad op enig moment door sommige personen helaas veelal uit linkse hoek worden aangemerkt als een soort van rechtvaardiging om dan maar weer naar de wapens te grijpen. Woorden van Forum hebben daar nooit toe geleid. Het woord tuig, wat ik zelf overigens niet eens in eerste instantie gebruikt heb, maar ik kan me er best iets bij voorstellen dat je dit soort journalisten die zich gedragen als politieke activisten als tuig zou willen aanmerken. Maar dat leidt niet tot ernstige bedreigingen of geweld tegen journalisten. Dat er iemand een keer met een t-shirtje rond waarop staat NOS is fake news. Nou, dat lijkt me nu niet een reden om in angst de stickers van je busje af te halen en niet meer naar een demonstratie te durven gaan. Dank u wel, de heer Als je journalist bent, dan hoort het bij je beroep dat je af en toe tijdens je werk, als je de hitte van de strijd opzoekt, ook een keer te maken krijgt met een momentje van beperkte vreugde. Maar met agressie en bedreiging heeft dat weinig tot niets te maken. Dank u wel. De heer Quint tot slot en dan mevrouw Elemeet. Nee, die momenten van beperkte vreugde herken ik ook wel. Je moet het hele leute verhaal moet ik aanhoren. Het gaat mij om de inconsequentie in uw eigen redenering. U zegt eerst, ja, en die journalisten die zorgen voor bedreiging, voor demonisering, voor geweld. Maar als ik wat zeg, dan luistert er niemand en gebeurt er nooit wat. Ik bedoel, dat kan ik me ondertussen na een paar minuten voorstellen. Ik kan iedereen het aanraden om te stoppen met luisteren. Maar de redenering is intern totaal inconsequent. Als journalisten wat zeggen, dan draagt dat bij aan een klimaat van bedreiging en intimidatie. En u mag hier alles zeggen zonder ooit enige verantwoording ervoor af te leggen. Dat is totaal hypocriet. Heer Van Meijeren. Nou, de grens ligt voor Forum voor Democratie altijd bij geweld. Of het oproepen of aanzetten tot geweld. Daar maken wij ons niet schuldig aan. Naar mijn mening kan zoiets pas zo stellig worden gesteld als de heer Quint dat doet. Op het moment dat dat geweld zich ook daadwerkelijk voltrekt. Nou, dat hebben we gezien bij onder meer de heer Fortuyn. Dat hebben we nooit gezien bij een journalist die door Forum onheus bejegend zou zijn. Dus u kunt wel zeggen dat onze woorden aanzetten tot geweld, maar de feiten wijzen daar niet op. Dus het is klinkklare kletskoek wat ik de heer Quint hoor zeggen. Hey, dank. Een punt van orde wilt u maken? Omdat het een persoonlijk feit is, dat mag. Gaat uw gang. Laten we het een punt van orde noemen dan. Waar het mij om gaat, is dat ik, kijk, ik heb al lang geen hoop dat u van standpunt gaat veranderen. Het gaat mij om de consequentie van uw eigen woorden. Als u zegt één kant op, het is oproepen tot geweld. Als u één kant op erkent dat woorden gevolgen hebben en mensen tot daden kunnen aanzetten, dan kunt u niet in één keer, ja, als een soort kleuter naar de andere met de vingers in de oren wegrennen op het moment dat iemand u die woorden terug neerlegt en vraagt wat daar de consequenties van zijn. De heer Van Meijeren. Ja, met het risico om in herhaling te vallen zal ik er toch nog een keer op reageren. Wij hebben natuurlijk het volste recht om kritiek te hebben op andere politici, op journalisten, op onderzoekers, op wetenschappers, op linkse ambtenaren bij de NCTV. Wij hebben kritiek en dat is ons goed recht. En de heer Quint trekt daar ten onrechte de conclusie uit dat dat aanzet tot geweld, want dat geweld vindt helemaal niet plaats. Dat geweld vindt plaats vanuit linkse hoek. Dus dat zijn gewoon de feiten. Die kan ik helaas niet veranderen voor u. Maar waar we zien dat het sprake is van geweld tegen mensen die gedemoniseerd zijn, dan is dat door aan de lopende band geweld vanuit linkse hoek. Dank u wel, meneer Van Meijeren. En graag via de voorzitter. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Elemeet en dan mevrouw Pallant. Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat de rillingen me echt over de rug lopen als ik de heer Van Meijeren hoor praten. Volledige media, onafhankelijke media, disqualificeren als fake news. Wat dat doet in een samenleving. En dan nog beweren dat zulke uitspraken niet leidt tot geweld. Ik begon mijn eigen inbreng met allemaal voorbeelden van mensen die van journalisten die geconfronteerd zijn met geweld. Dat komt ergens vandaan. Wil de heer Van Meijeren hier ontkennen
dat uitspraken die wij doen, die hij doet, niet leiden tot beïnvloeding van heel veel mensen. Wat vervolgens kan leiden tot geweld. De heer Van Meijeren. Nou, het is eigenlijk dezelfde vraag als de heer Quint zojuist al stelde. Natuurlijk kunnen woorden aanzetten tot geweld. Dat is ook gewoon strafbaar. Dus als u van oordeel bent dat mijn woorden zouden aanzetten tot geweld, dan moet u aangifte doen tegen mij, want dan zou ik een strafbaar feit plegen. Daar is op dit moment totaal geen sprake van. De feiten wijzen daar niet op. En ik vind het heel vervelend dat de rillingen over uw rug lopen. Mij lopen de rillingen ook wel eens over de rug, maar de feiten die veranderen niet door uw rillingen. Mevrouw Ellemeet. Voorzitter, Forum voor Democratie disqualificeert onze onafhankelijke media, geven aan dat journalisten onze samenleving ondermijnen. Dat zijn hele vergaande uitspraken die mensen aanzetten tot allerlei gedrag. En dan kan je wel zeggen, en het is niet één op één, maar waar het hier om gaat, en ik hoor dat heel veel collega's zeggen, is dat woorden niet onschuldig zijn, dat we goed na moeten denken over woorden. En het disqualificeren van onze journalisten die hun werk onafhankelijk doen, dat heeft gevolgen. Daar kunnen we niet van wegkijken. De heer Van Meijeren. Mevrouw Ellemeet spreekt zichzelf totaal tegen door het te hebben over onze journalisten die onafhankelijk zijn. Het zijn uw journalisten, niet de onze. En ze zijn totaal niet onafhankelijk, want ze staan onder leiding, als we het even over de NPO hebben, van een D66-baas die betaald wordt door de overheid, dus afhankelijk is van de overheid. En de zogenaamd onafhankelijke journalisten in Nederland, die hebben ook al totaal hun ziel verkocht. De hoofdredacteur van de Volkskrant heeft opgeroepen om met één mond te spreken in de coronacrisis en de lijn van het RIVM te volgen. Ja, dat heeft niets meer te maken met het controleren van de macht. Dan ben je een applausmachine van de macht. Vanuit het kabinet is druk uitgeoefend op de Telegraaf om niet al te veel kritiek te hebben op het RIVM. Dus over welke onafhankelijke media heeft u het eigenlijk? Er zijn nog maar een paar onafhankelijke journalistieke platforms in Nederland op dit moment. Dat zijn niet de mainstream media. En die platforms hebben te maken met agressie, bedreigingen en geweld. En daar kom ik zo dadelijk nog op. Mevrouw Ellemeet, tot slot. Voorzitter, het is dood en doodeng dat wij een partij hebben die zulke uitspraken doen in ons parlement. Het is doodeng dat deze partij, Forum voor Democratie, journalisten disqualificeert die zich baseren op feiten, die zich baseren op wetenschappelijk onderzoek. En dat betekent des te meer dat alle partijen hier in deze Kamer, ook al verschillen wij op heel veel punten van elkaar, dat het des te belangrijker wordt dat wij ook met elkaar laten horen dat dit niet kan en dat wij dit niet accepteren. De heer Van Meijeren. Nou ja, voor de laatste keer, voor ons ligt de grens bij geweld. En geweld tegen journalisten moet keihard aangepakt worden. En Forum voor Democratie heeft dit jaar nog een motie gesteund om geweld tegen journalisten harder aan te pakken. En wie stemde tegen? Onder meer mevrouw Ellemeet van GroenLinks. Waarom wil mevrouw Ellemeet geweld tegen journalisten niet strenger aanpakken? Blijf bij de feiten, mevrouw Ellemeet. Dank u wel, mevrouw Palland van het CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Soms weet je bijna niet waar je moet beginnen om het gesprek nog met elkaar te zoeken, ook in dit huis. Maar ik probeer het toch. Is de heer Van Meijeren, deelt die de analyse die hier breed in de Kamer wordt gemaakt, dat er wel een probleem is met dreigingen die journalisten ervaren en dat zij daardoor ook zich belemmerd voelen in het uitvoeren van hun werk? Deelt u die analyse, dat dit aan de hand is? De heer Van Meijeren. Absoluut. En daar heb ik ook tal van voorbeelden van waar ik zo dadelijk volop aandacht aan zou gaan besteden. Mevrouw Palland. Maar dan heb ik het dus over geweld waar aangifte van gedaan wordt en niet over iemand die een keer met een t-shirtje rond waarop opstaat NOS is fake news, want dat heeft met geweld of intimidatie helemaal niets te maken. Dank u wel. Mevrouw Palland. Helder dat dat uw analyse is, maar we constateren hier volgens mij ook in grote meerderheid dat woorden ertoe doen. In dit huis, maar ook buiten dit huis. En ik hoor eigenlijk u zeggen, ja, dat zal wel, maar aan ons ligt het eigenlijk niet. Dan wil ik u toch voorhouden dat u afgelopen zaterdag heeft gezegd, de overheid is de vijand en we willen het gezag niet meer erkennen. Dat er gisteren volgens mij nog een tweet uit is gegaan vanuit uw partij om op te roepen om de wet te overtreden, om harder te gaan rijden, waar dat allemaal mogelijk is. Om zich niet te houden aan de snelheidslimieten bijvoorbeeld in dit land. Dat kun je toch niet zeggen dat dat niet oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid en in ieder geval niet mensen dichter bij elkaar brengt en dat het juist opruiend is. De heer Van Meijeren. Nou, het doet mij oprecht pijn, oprecht, dat ik moet constateren dat de regering zich op dit moment opstelt als vijand van de bevolking.
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we weer een regering die wetten voorbereidt op grond waarvan een staat van apartheid wordt gecreëerd. Waarin mensen worden buitengesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. En het is noodzakelijk om niet te zwichten voor tirannen. En wij zullen niet zwichten voor tirannen. En dan als er regelgeving tot stand komt op grond waarvan complete bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd, dan roep ik daartoe op om daar niet aan te gehoorzamen, want dan is gehoorzaamheid een grotere misdaad dan ongehoorzaamheid. De verschrikkingen die in de Tweede Wereldoorlog de Joden zijn aangedaan, die zijn gepleegd door mensen die gehoorzaam waren, niet door mensen die ongehoorzaam waren. Dank u wel. Meneer Vermeijeren, ik wil zelf als voorzitter ook wat zeggen. U gebruikt grote woorden, u maakt weer een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog en ik hecht er waarde aan om te zeggen dat ik dat echt ongepast vind. En ik denk ook dat een aantal collega's daar iets over willen zeggen. Allereerst mevrouw Palland van CDA. Ja, nogmaals, je weet soms niet waar je moet beginnen om elkaar hier nog aan te spreken, maar dit is volstrekt ontoelaatbaar wat u hier allemaal te berde brengt. Wij nemen daar denk ik als volledige Kamer volstrekt afstand van en u heeft geen idee wat een dictatuur of een tirannie is. Ik denk, misschien mag ik aan de collega's vragen, ik denk dat mevrouw Palland, als ik even naar de gezichten kijk, het heel goed heeft samengevat. Dus ik wil u echt vragen, de heer Vermeijeren, om echt op uw woorden te passen. Nou ja, feit is dat het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zo is dat mensen weer een pasje krijgen waar, aan de hand waarvan ze moeten bewijzen of ze wel of niet toegang krijgen tot het sociaal-maatschappelijk leven. En ik zou willen dat in de jaren 30 mensen waren opgestaan die hier keihard tegenin gingen. Meneer. En nog even tot slot, in het jaar 1933, voordat u allemaal verontwaardigd naar de interruptiemicrofoon loopt, in het jaar 1933 was er een gekozen volksvertegenwoordiger en die noemde Adolf Hitler een boef. En hem werd het woord ontnomen met 20 stemmen tegen 6. Dus als een meerderheid vindt dat er geen sprake is van tirannie, dan betekent dat niet dat er daarmee geen sprake is van tirannie. En wij zullen ons altijd met hand en tand blijven verzetten tegen ieder beleid dat erop gericht is om bevolkingsgroepen te discrimineren. Ja. Meneer Van Meijeren, ik doe nogmaals een oproep aan u. Uw woorden zijn kwetsend. En als ik kijk naar mijn collega's, dan zie ik ook hun reactie. Dus ik wil echt vragen nu om echt op uw woorden te letten, uw verhaal nu af te maken. En vervolgens schorsen we de vergadering even. Ja, om misverstanden te voorkomen, vanzelfsprekend. En dat zeg ik ook nergens. Maar ik zou het heel fijn vinden als u dat als aan mij bevestigt als voorzitter, dat u echt rekening houdt met uw woorden in deze Kamer. Het is mijn rol ook om daar toezicht op te houden. Ik zie de reacties van de collega's. Ik weet zeker dat ook buiten deze Kamer uw woorden als heel kwetsend kunnen opgevat worden. Dus ik wil u echt vragen om daarop te letten. En dan geef ik u weer het woord om uw verhaal af te maken. Maar niet dan nadat ik even kort gereageerd heb op uw opmerking. Namelijk dat, om misverstanden te voorkomen, Forum voor Democratie op geen enkele manier bepleit dat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in de buurt komen wat op dit moment ongevaccineerden wordt aangedaan. Natuurlijk niet. Het is een glijdende schaal. Eerst werden de Joden uitgesloten om naar de bioscoop te gaan. Toen mochten ze niet meer naar een restaurant. Meneer Van Meijeren, ik schors. Ik zou willen dat toen mensen waren. Meneer Van Meijeren, ik schors de vergadering even. Ik wil heel graag even met u in gesprek. Ik schors de vergadering.
open de vergadering weer. En ik wil aan de heer Van Meijeren vragen om zijn verhaal af te maken. Het woord is aan de heer Van Meijeren. Voorzitter, in 2010 beweerde de heer Job Cohen in een interview in Vrij Nederland, en ik citeer, moslims in Nederland worden buitengesloten zoals de Joden dat rond het begin van de Tweede Wereldoorlog overkwam. Waar was toen de verontwaardiging? Ja. Moslims in Nederland werden niet uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Die zijn altijd welkom geweest in ieder restaurant, in de bioscoop. Helaas, ik schors de vergadering weer. Ik heropen de vergadering weer en ik geef tot slot het woord aan de heer Van Meijeren. Dank u wel, voorzitter. Ik vervolg mijn betoog. Onze democratie, voor zover überhaupt nog van democratie gesproken kan worden, functioneert totaal niet. En de mainstream journalistiek is vandaag de dag volstrekt ongeloofwaardig. Niet meer serieus te nemen. Niet eens geïnteresseerd in de waarheid, maar vooral druk om de waarheid te manipuleren. Geen controleur van de macht, maar schoothondje van de macht. Een applausmachine van de macht. In feite hebben we het hier niet over journalisten, maar over activisten. En journalisten en onderzoekers die hun rol wel serieus nemen en wel op zoek durven te gaan naar de waarheid, die krijgen te maken met ernstige bedreigingen, censuur, agressie en intimidatiepraktijken. Zelfs vanuit de overheid. Neem het journalistieke platform Blackbox. Een journalist die een interview afnam met iemand die kritisch is op het overheidsbeleid, kreeg de politie aan de deur. De reden? Hij zou een complotdenker hebben geïnterviewd. En toen hij vroeg, wat is dan een complotdenker? Toen kreeg hij te horen van de politie, en ik citeer, iemand die tegenovergesteld denkt als wat de overheid verwacht. Dus denk je anders dan de overheid verwacht, dan kun je de gedachtenpolitie aan je deur verwachten. Hoe beoordeelt de minister deze afschuwelijke intimidatiepraktijken richting de vrije pers? Ook andere ambtenaren van de minister die intimideren erop los. Het journalistieke platform De Blauwe Tijger werd in de dreigingsanalyse van de NCTV aangemerkt als een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda. Dus als je niet de overheidspropaganda klakkeloos kopieert, zoals de mainstream media, maar een ander geluid laat horen, dan vorm je voor de regering een bedreiging. En woorden blijven niet zonder gevolgen. De ING besloot vervolgens om de bankrekening van dit journalistieke platform te blokkeren. Net als bankrekeningen van tal van andere journalistieke platforms die een kritisch geluid laten horen in het coronadebat. Onderzoekers die publiceerden over het buitensporige geweld door de politie tegen coronademonstranten, die kregen te maken met ernstige doodsbedreigingen. Kan de minister aangeven wat de stand van zaken is van het strafrechtelijk onderzoek naar deze doodsbedreigers? En hoe beoordeelt de minister de harde realiteit dat journalisten die niet zwichten voor de druk vanuit de overheid om de coronapropaganda over te nemen, te maken krijgen met ernstige agressie? Graag een reactie. Forum voor Democratie zal zich altijd met hand en tand blijven inzetten voor de vrijheid en veiligheid van onze journalisten. Want zonder vrije pers geen democratie. Dank u wel. Onze democratische rechtsstaat staat onder enorme druk. FVD is de enige partij die echt strijdt voor onze vrijheid.
Steunt u ons in die strijd, maar bent u nog geen lid? Ga naar www.fvd.nl/wordlid.